We hebben twee stukken buigtreflex mee en we gaan die inlijmen met de power spray. De naam zegt zelf, power, kracht. We gaan opnieuw kruislinks gaan inlijmen, want het is een webspray. Onze contouren zorgen dat we daar ook zeker en vast 50% overlap in hebben. Deze moet nu 5 tot 10 minuten afdampen. Ik heb er net al twee stukken ingelijmd, dus die pakken we erbij en kunnen we direct gaan buigen. Bijna alle contactlijmen na de afdamptijd voelen droog aan. De powerspray is uniek, want na zijn afdamptijd gaat hij kleverig aanvoelen. Wat bedoel ik nu met kleverigheid? Dit bedoel ik met kleverigheid. Hij moet kleven. We gaan zorgen dat we hem mooi positioneren. Eén keer dat hij mooi gepositioneerd is, kunnen we eigenlijk hem volledig gaan buigen. Gaan we goed aankloppen. En zien we eigenlijk dat we een mooie buiging hebben. Zelf met bovenaanse druk zien we dat de powerspray niet lost. Ideaal voor het buigwerk.